Wie onder de rook van de poldertoren of in een van de dorpen geboren of bevallen is, heeft in veel gevallen te maken gehad met de praktijk die sinds kort aan de Deel in Emmeloord zit. Goedemiddag, Verloskundig Centrum met Lisette. Wat 40 jaar geleden begon met één verloskundige, is nu uitgegroeid tot een praktijk met 2 assistentes, een manager, 11 verloskundigen en 20 kraamverzorgenden. En al die handen zijn in de polder hard nodig. Tussen de 450, 490 bevallingen per jaar, ja. Dus er zijn eigenlijk 1 of 2 bevallingen per dag waar we toch wel druk mee zijn. Ja, en wat is de eerste dag van jouw laatste menstruatie? Volgens Remmelink is de mooiste bevalling een natuurlijke bevalling, waarbij een vrouw op eigen kracht een kind op de wereld zet en de verloskundige op haar handen kan zitten. Maar zelfs onder die ideale omstandigheden blijft hulp en zorg erg belangrijk. De medewerkers staan daarom dag en nacht paraat. Door de omstandigheden heen van ziekenhuizen die natuurlijk niet meer 24/7 hier in de polder open zijn, zijn wij dat eigenlijk wel. En willen we ook zijn dat we gewoon goed bereikbaar zijn voor de mensen, dat we er ook altijd voor ze zijn. Ze roept het hoor. Dat is ja, duidelijk, dat hoor je wel. Door de crisis en het uiteindelijke verdwijnen van het Dr. Janssen ziekenhuis moeten vrouwen bij een complexere bevalling uitwijken naar bijvoorbeeld Heerenveen of Sneek. De praktijk heeft daarop ingespeeld. Ons team van verloskundigen hebben we ook uitgebreid daardoor, zodat we ook met de mensen mee kunnen. In de beginperiode mocht je polyklinisch bevallen, dan namen we eigenlijk afscheid bij elkaar thuis, omdat er dan anders geen verloskundige hier was in dit gebied. En nu kun je als verloskundige, als je met een bevalling bezig bent of met de kraamzorg samen, naar het ziekenhuis meegaan. Onder het dak van het verloskundig centrum zit ook de echopraktijk. En de zorg die geboden wordt, is volgens de medewerkers breed en compleet. We kunnen hier heel veilig prima thuis bevallen in de Noordoostpolder. Dus mensen, ja, hè, zou je je kindje willen verwelkomen gewoon thuis, dan kan dat op jouw eigen trotse poldergrond. Nou, heb ik hem erin staan en dan zien we jou 29 februari om 11 uur. Graag gedaan, tot ziens.